We willen al heel lang een keer Vincent pranken, dus ja, dan kwam met het idee om... Hey meisje, ik kan je niet meer ontwijken. Zou Vincent het type jongen zijn waar jij op zou kunnen vallen? Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. Hey. Goedemorgen jongens, ziet er lekker kleurrijk uit vandaag. Ah nee, niet doen. Niet doen. We staan hier dus weer eventjes bij de douche. En ik heb dit ding voor het eerst gisteren aangezet. Maar hij gaat nu de zweet niet uit. En let op, ik heb gisteren dus het hele bubbelbad vol laten lopen. Dat weten jullie. En kijk eens. Huh? Jij doet echt iets fout. Want ik doe net de douche aan en hij gaat gewoon weer vanzelf uit. Jij trapt er 3 keer op en nu staat hij voor de hele tijd aan. Jij vult een jacuzzi die leeg loopt. Ja, maar waar, even serieus, waar is al dit water heen gegaan dan? Waar is dit allemaal heen gegaan? Er is ook geen plas langs het bad of iets? Er zit een accu of zo hier beneden. Dan zit er misschien een gat de grond in of iets. Al het water is ineens voetsie. Het is terug de slang in gezogen. Ja, dat denk ik niet. En deze blijft ook ineens aanstaan. Ja, omdat jij er weer aan zit. Die van mij ging net gewoon aan. Ik breng een vloek op dingen of iets. Dat is het denk ik. Ja, hier, nu gaat hij gewoon niet meer uit. Zie je? Is toch stom? Ja, nu? Ja, weet ik veel. Het is zonde. Ja, waterrekening. Ik denk niet dat dat gaat helpen. In ieder geval, jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom weer terug dus bij een nieuwe vlog. We hebben nog een paar vraagtekens bij de tuin. We weten dus ook niet waar heel het water van het aquarium van het jacuzzi naartoe gegaan is. Maar daar gaan we wel achter komen. Komt goed. Kijk eens even hoe mooi dit. Heerlijk, die blaadjes. Die boom daar, die gaat ook zo vol worden. Niet normaal. Ook de planten hier, kijk, het begint allemaal echt hele grote bladeren te krijgen. Hey, weet je wat ik soms me wel eens inbeeld? Hoe zou het huis eruit zien als het zwart zou zijn? Als het gewoon altijd... Heel donker, denk ik. Heel donker, ja. Maar ik denk wel ja. Ziek of zo. Ja, het kan wel vet zijn. Als je gewoon al het witte, zeg maar al het witte wat je nu ziet, als je dat gewoon helemaal zwart... Ja, maar het is eigenlijk ook wel gewoon best wel zwart huis. Alleen deze grote, dat grote ding is wit en dit. Ja. Voor de rest is alles best wel rustig. Ja, het contrasteert juist wel mooi nu, maar ik zat er wel eens in te denken van, wow, dat zou ook wel gaaf zijn. We zitten te kijken hier, even dingen uit te meten, om hier misschien een 4x4 of 5x5 super trampo te laten inbouwen. Dat is wel lijp. Dat is een super tram, dan kan je echt, foes, waar we het laatst over hadden in de vlog, dan ga je echt lijp hoog de lucht in. Dan moet je eigenlijk iets ophangen of zo. Wat? Iets ophangen? Nee, wat? Ja, ik heb geen idee. Iets ophangen? Nee, het is leuk als je ergens in kan springen of zo, maar je zat te denken, ja, ik kan daar natuurlijk nergens in. Ja, of gewoon hier het water in, maar dit is niet heel diep. Dit is echt... Kijk, dit is heel ondiep hier, dus hier kan je niet echt lekker erin springen. Check! Oh, sorry. Check welke... Oh. Nee, joh! Nee, zeg maar wel. Check welke broek ik aan heb. Kijk, wat hier op staat. Hé. Hey. 501. Ik zag erin die 501. I be like. En ik heb ook nog mijn Levi's sokken aan. Hey. Zo, ik ben helemaal hersteld. Maar waarom heb je dan een Burberry trui aan? Jij moet mij even een Levi's trui geven. Kom mee! Let op! Oh. Ja, nu moet je zeg maar knippen. Mm-hmm. En dan dat ik hem zeg maar aan heb, snap je? Ja. Wow! Dom. Ja toch? Nu ben jij fully Levi's. Ben ik fully Levi's bro. Behalve mijn onderbroek. Word je ook gesponsord door Levi's? Nee. Oh. Kut, sorry. Oh, de hond is weer in een speelse bui. Hondje, kijk, ik heb geen hond nodig. Ik doe gewoon dit, hoppa. En let op, kom maar weer. Lieve hond. Als hij nu niet terugkomt, oké. Okay. Ja, als hij nu niet terugkomt, dan is het wel echt... Sniff, kom op. Sniff, stel me niet teleur. Ik ben aan het filmen, Sniff. Sniff, doe nou ook eens een keer mee voor de vlog. Weet je van die boxen betaald worden, jongen? Sniff. Oké, okay, geen eten voor jou de hele week. Geen eten. De hele week lang. Hij schijt aan jou. Ja, hij heeft echt schijt aan mij. Kijk er even hard leren dan. Hey Jade. Wacht, wat ben je aan het leren? Geschiedenis. Ik heb dit net allemaal geschreven. Nee joh. Dit allemaal net. Ja. Nog een maandje. Je weet het, want ik had deze gisteren pas gekocht. Dus ik kan hier naar. Oh ja, dit heb je gisteren gekocht, ja. Hoe kom je aan die trui? Van Vincent. Hoe groot schat je slagingskans in? Nou, 50%. 50%? Zou ik hem slagen? Nee, ik denk wel gewoon dat ik slaag, maar dan moet ik wel eventjes er wat aan doen. Ja. Dit is trouwens tegelijkertijd de meest opgeruimde kamer van het huis nu, denk ik. Kijk hoe netjes het er hier nog uitziet. Ja, dit is wel echt een goede spiegelfoto zo. Ja, echt een goed fotoplek hier. Ja, vind ik ook. Oh, daar komt de irritant. Ik hoor jullie echt al de hele tijd... Oh, Vincent! Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Ik hoor de hele tijd, jij bent volgens mij aan het editen en de hele tijd hoor ik Vincent gewoon weer random een ander liedje zingen of zo. Je hoort echt alles. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want ja, die is aan het leren en ja. Ons leert ons hele tijd. Ja, dat heeft eindelijk samen.
komen, maar je kan ze niet leren, want wij maken geluid. Oh, God. Ja, ik vermoord hem wel. Ik zullen we de deur maar even uit? Ja, we gaan de deur uit. Kom, rennen. Oh, Jady, ik weet... Oh, sorry, we laten hem met rust. Ja, succes met leren. Succes. Net als mij, ik heb ook mijn examen heel goed gemaakt. Ja, dus... je ziet wat er van gekomen is. Ja, zie je? Ja, daarom wil ik wel graag mijn diploma hebben, want zo wil ik dus niet eindigen. Kan je wel verspullen hebben, maar ja, dan ben je wel dom. Ja. Ja. En een klootzak. Ja, heb je ook niks aan. Hey, doe je. We laten Jade, zoals ik al zei, maar even met rust. Kan zij even leren en dan gaan wij even deze auto in. Want dit is de laatste dag dat hij deze heeft. Koude start. Ah, best prima. Het is echt zo'n, het lijkt net een boot. We rijden al een tijdje in deze auto. Ik vraag me af wanneer de dag komt dat jij echt denkt van, oh ja, dit is de auto dat het gaat worden, zeg maar. Ja, dit is... Ja, ik heb deze auto niet als testrit of zo mee, hè? Nee, dat weet ik. Je hebt deze gewoon zomaar meegekregen, voor het leuk, eigenlijk. Ze zocht een autoliefhebber die voor hun wat leuks wilde doen voor op Insta. Toen dacht ik van, Oh, ja, joh. Ja, ik ben natuurlijk zo'n grote Insta. Ja, jij bent wel echt een grote influencer, hè? Ja, zeker, ja. Dat is wel echt gaaf. Ja, dus kan je alsjeblieft niet tegen mij praten? Oké, ja, is goed. Oh, er komt wel een lekker geluid uit. Hier is hetzelfde wat we moeten tanken. Ja, dat heb je wel met deze auto's. Ik heb nu al 2 keer getankt, hè. 2 keer in hoeveel dagen? 2. 2 keer in 2 dagen? Nee, joh. Ja. Ik zie nu al waarom deze auto verschrikkelijk is voor vloggen. Hoezo? Je kan toch ook een beetje zo doen? Nee, dat werkt toch niet? De Kenny. Sommige auto's hebben dit gewoon. Sommige auto's zijn eigenlijk... Ik heb dat ook. Ik zet hem in mijn auto te kopen. Sommige auto's zijn gewoon bijna niet bestemd voor vloggen. Dat je al gewoon niet de auto kan kopen. Ja, dat is wel echt raar, man. Zeg maar, eigenlijk moet die autofabrikant gewoon even rekening houden met vloggen. Ja, zullen we dat even doorgeven gewoon? Ja. Hi, ik wil zo deze auto, maar dan wil ik dit scherm zeg maar plat hebben. En dan hier een houdertje van mijn camera. Fix het maar. Klein stukje erin gereden. Niet mijn ding. Maar wel leuk. Wel ding. Wel dik. Wel flink. Wel flink. Is een beetje nog zo'n open laten. Hij schreef van ja, ik weet je niet. Ik heb een naam game. Ja, klopt. Finn en ik hadden het net over deze deur. Die deur is natuurlijk super handig en goed beveiligd. Maar ja. Stel je voor, er is brand. Stel je voor, er is brand en je rent het huis uit. Kijk, nou ja, dan ben je zeg maar hier. Ja. En dan denk je ook nog zo van, doe je de deur dicht. Sniff is nog binnen. Sniff. Sniff. En dan moet je terug en dan gaat hij weer op slot. En dan gaat hij weer op slot. En zeg maar, dan kom je met Sniff terug. Oh, fuck! En dan moet je weer draaien. Ja, dat is echt kut. Maar hij zit wel goed dicht. Er is vanochtend iemand langsgekomen voor de schoenenkast hier. Om even te kijken wat nou precies... Oh, de kat springt, rent voor mij weg. Wat nou de bedoeling wordt. Er komen dus ook hier glazen plaatjes in. Het wordt helemaal mooi wit gesausd hier. Hier komt een mooie gipsplaat in, dus het wordt ook mooi. En dan komt er dus een ledstrip, zoals ik al zei, van hier... Helemaal zo langs de ingang van de deur, helemaal zo naar beneden. Dus dan is het een soort van poort wat je hebt als led s'avonds. En dat, ja, gewoon Philips Hue, dus je kan het in allerlei kleurtjes doen. Ik denk dat dat echt heel mooi eruit gaat zien. Dus dat gaat binnenkort opgeknapt worden. Moet wel nog een beetje aangevuld worden met schoenen dus. Maar ja, deze plankjes, dit is allemaal oud spul. Dus dat wordt allemaal mooi vervangen door glas. Met wie wil je liever mee rijden? Met mij of met Finn? Ja, met Finn eigenlijk. Nou, dan ga je lekker met hem. Hè? Ga lekker met hem dan! Hè? Ga dan! Sorry hoor! Ga dan! Zo, vanaf vandaag dus de hele tijd deze bril dragen? Nee, je moet hem niet zo hoog dragen. Oh, wat dan? Je moet hem meer zo. Wow, de wereld ziet er wel een stuk kleurrijker uit via deze bril. Ik weet niet of ik dat ook aan jullie een soort van het effect kan geven. Let op. Hier, kijk. Er zit een beetje kleur nu. Waarschijnlijk geen effect. Werken? Ik weet niet of dat werkt op camera. Waarschijnlijk niet. Het lijkt echt een stuk zonniger hierdoor. Ja, het is echt lekker weer door die bril. We hebben onszelf aangeleerd om nu elke keer het hek gewoon op slot te doen en dicht te doen. Want dat deden we dus elke keer niet. Nu wel. Gelukkig is dat automatische hek onderweg, maar niet alles kan tegelijkertijd komen. Wij staan weer even lekker op de pont en er staat daar een jongen naast me. Hey, Finny. Hey. Hey. Alles goed, jongen? Ja, ik ga straks zo naar overkant. Oh, cool, man.
echt cool. Wij zijn de pont net af en we moeten dus even met Vincent meerijden, want hij moet dus zijn Mercedes wegbrengen. Want hij kreeg die dus maar een paar dagen mee, zoals ik net al vertelde. En anders heeft hij dus geen vervoer terug. Dus dan staat hij daar. Zou een beetje zielig zijn voor hem natuurlijk. Dus we gaan even lekker mee met hem. Dus op naar Den Bosch volgens mij. Hè? We staan voor een stop... stoplicht. Ja, we staan voor een stoplicht en ik zie dat erop staan. Dat heb ik helemaal nooit zien staan. Huh? Nu ook bij het groen. Ik zag het vanaf een afstandje. Ik dacht, zie ik dit nou verkeerd? Of... ben ik nou blind of ben wat? Ben ik nou blind of wat? De man wil even een broodje halen, let op. Oké, de test. Blokkeer het raam of niet? Doe je hoofd er eens tussen. Nee, doe eens eerst mijn hand. Doe maar eerst je hand. Ik doe niks, hè? Oh! Maar kom even meelopen, ik moet echt zeiken, maar dan hebben we een beetje zo... Ja, wat loop je nou te zeiken, joh? Als jij dan voor mij gaat plassen, ga ik een broodje halen voor jou. Ik ben al de hele tijd aan het zeiken. Huh? Oh. Ging... Doe het nog eens. Oh. Heel mijn raam is kapot. Nu. Mijn raam is kapot. Oh ja. Huh? Wat? Zou Vincent het type jongen zijn waar jij op zou kunnen vallen? Nee, ik denk dat... Nou ja, nee. Want? Hij is veel te druk. Hij is veel te druk? Ja. Nou, maar jij bent ook heel druk. Maar jij hebt ook wel gewoon rustige momentjes. Ja, en ik heb geld. Dus ja. Grafie. Nou. Nee. Grapje, schatje. Hey, Finn. Hey, Jarre zei net dat jij niet het type jongens zou zijn waar ze op zou vallen. Ik zei alleen dat je een beetje druk kan zijn soms. Maar dat is niks persoonlijks. Ik bedoel, we kunnen wel een keer daten of zo. Zeg lekker de pietjes. Oh, waarom houdt het zo van? Ik vind het zo leuk om te kloten met jullie. Waarom kloppen al onze humor zo goed? Ik haat jullie echt bijna. Ik hou van jou. Gaat het? Of zit je ermee? Open doen. Ik val ook niet op jou. Sukkel. Loser. We zijn in het plaatsje Saint-Michel-Gestel volgens mij in Nederland. En wat een groot oud gebouw is dit zeg. Goedemorgen. Er zijn er niet veel van in Nederland volgens mij. Wat een ding. Uit 1910. Nou, ik zie het niet goed staan. Wat zou dit zijn? Het ziet er wel heel mooi uit. Het geeft een beetje Harry Potter vibes. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar cool. Wij zijn op de plek aangekomen. Het is hier. Het is volgens mij een Mercedes dealer. Ja, logisch, want Vincent had natuurlijk een Mercedes. Dus we zijn er. En nu moet hij even zijn auto afdroppen. Hoi. Taxibedrijf Giolatoi. Waar wilt u heen? Hallo. Sorry, ken je hem? Ik moet naar... Hey, jullie hadden net al een beetje ruzie. Oh, sorry. Die gaan er niet even hey, Finn. Zo leuk dat je bij ons in de auto zit. Krimpandelijk. Krim van de Lek, moet je daarheen? En een beetje tempo graag. Ja, opschieten. Mijn auto is weg. Het is niet jouw auto. Nee, niks van jou bij. Ik hoopte dat we eigenlijk nog even binnen konden kijken, maar het was al... Ik rijd echt bijna een kind aan. Oh, serieus? Oh, maar dan moet ze niet achter mijn auto gaan staan. Het is jammer genoeg alweer dicht. Hey! Dat het eigen laat niks voelt. Je koers me, maar ik wil niet. Je voelt het, maar ik voel niet. Ik ga weer mee in jouw gezicht. Hey meisje, ik kan je niet meer ontwijken. Ik weet wat je wilt bereiken. Echt op ik erin. En nee meisje, op het doel aan het ziertjes kijken. Dit is wat je moet me begrijpen. Dit heeft toch geen zin. Hey meisje. Hey meisje. Wie gaat straks mee in de zwemvijver in? Ik! Hey, ik ook. Jij ook? Samen. Ik. Hij is schoon, let's go. Ik! Ik ook! Ik ben jij! Ik ga bij de zwemvijver in! Ik ga mijn bikini uittrekken! Bikini uittrekken of aantrekken? Ik ga mijn bikini aantrekken! En daarna gaat Gio mijn jam uittrekken! Oeh, spannend! Ja, ik ben dus echt lekker in taxi vandaag, zoals jullie merken. We zijn weer onderweg naar Krimpen aan de Lek. Terug naar huisje toe. Ik heb nu echt, doordat jij net McDonald's...
McDonald's. Einde afrit links. Wil je naar McDonald's dan? Echt wel? Oh. Wij zijn weer lekker thuis. Chill. Ons avondeten vandaag is een lekker soepje. Stokbrood. Ik heb echt veel zin jullie half stokbrood al op hebben gegeten. Ja, maar we hebben ook echt heel erg goed gekeken. Nee, hier ligt ook nog een stokbrood. Oh ja. Kijk eens smeren dan. Het is even de volgende dag, maar we hebben gisteren dus hadden wij een plan om Vincent te pranken. We willen al heel lang een keer Vincent pranken, dus ja, dan kwam met het idee om... Binnen 50. Nou ja, ik zei we moeten pranken, jij zei oké, laten we gewoon in de 5 gooien. Ja, laten we gewoon in de 5 gooien, op een manier, weet ik veel, laten we gewoon er naartoe lokken. Wel zijn nieuwe telefoon afpakken, want hij heeft dus een nieuwe iPhone 12 en we kunnen het niet maken als die er ook in valt. Nou ja, ik dacht dus van, ik heb zo'n serie op TikTok waar ik mijn outfit laat zien. Dus ik dacht, wat nou als we gewoon voor het zwembad gaan staan en laten we allemaal ons outfit zien. En dan staan we er eigenlijk al voor en is het enige wat we nog moeten doen. Ja. Door. Dus, dit gaat gebeuren. Jade wil een TikTok met ons maken. Oké, doe maar jouw telefoon. Ja, is goed. Ik heb wel 50%. Oh. Waarom moet je nou weer zo raar geluid maken? Hallo. Oh, we hebben het trouwens wel heerlijk gegeten, jongens. Maar we gaan dus even... Als jij het lekker vond, was goed. Hey, ik vond het gewoon lekker, ja. Jade, waar gaan we staan? Waar gaan we staan? Hey, eigenlijk moet je een TikTok maken dat iemand zo naar achter loopt. En dan pomp ik het water in het flikker. Ja. Dat is echt een firewall. Ja, dat is echt super leuk. Oké, wacht. Ik krop hem wel daarna, ja. Oké, jongens. Jij loopt. Nee. Jij moet aan deze kant van mij staan en jij hebt aan die kant. En dan wisselen we daarna naar voren, zeg maar, wie er naar voren loopt. Jij moet zo hier staan. Nee! Klootzakken! Fucking hell! Jullie hebben het van tevoren afgesproken! Fucking sukkels! En dan vervolgens mij er niet in krijgen! Jullie zijn zo dom! Jij kan ook gewoon niet duwen, ook jij! Oh, waarom? Waarom? Lekker! Waarom? Oh, ik schrok mijn beeld! Kut, sorry. Wat is dit? Nee, nu ben je van beeld. Nee! Nee! Kut, sorry. Mislukt prank, joh. Jullie hadden het gepland, ik hè? Ik vond het gewoon zielig. Ik stopte op een gegeven moment gewoon. Oh. Fuck me. Er komt iets aan mijn kontzak. Bro, daarom wilde ik met jouw telefoon opnemen. Ja. Want we vonden het zonde van jouw telefoon. Oh. Als die in het water kwam. Nu is mijn telefoon helemaal doorweekt. Ja, gast. Oh. Ik ken nog wel in je zak van je telefoon, maar die zat natuurlijk al in je zak. Kut. Een doorgezoken kat. Oh, fuck. Nee, wat zijn jullie sukkels? Kijk, ze staan. Hoe vinden jullie zelf dat het gaat? Waar zijn ze zo slap? Oh, mijn hele schoenen. Losers. Kijk, ze lopen. Waarom zijn jullie zo nat? Ik heb buikpijn van het lachen. Oh. Yes, sorry. Auw, mijn ogen. Oh, ik heb het echt koud. Bro, ik heb eindelijk weer eens een keer een lichte broek aan. Oh, jezus. Oh. Ja. Ik was echt bang dat jij met je hoofd of zo ergens op zou klappen. Dus ik durfde niet volop te duwen. Ja. En jij duwt ons gewoon volle vaart in. Oh. Nou, ga maar lekker douchen. Ja. Kijk, ik kan precies hier een voet zien staan en daar. Ja, de. Ja. Ja. Ik dacht, is ze boven, maar toen zag ik een spoor naar het toilet staan. Ja, dat heb je al gezien. Hé, schatjes. Ja, vind ik ook. Oh, we wilden Vincent keihard pakken, maar. Nou, dan moeten we maar op een ander moment een keer pakken, dus. Nou, daar ligt hij hoor. Ja, jullie wilden mij erin gooien. Ja, dat was wel echt heel slecht, hè? Eerlijk? Ja, jullie waren echt slecht. Jullie hadden het beter kunnen aanpakken. Ja. Om samen te werken met z'n tweeën. Ja. En daar hebben we nummer 2. Hoe grappig trouwens dat jij toevallig nog zei
Ja, je moet, stel je voor dat je nu een TikTok moet maken dat je elkaar het water in duwt. Nee, hoe grappig zou het zijn dat je inderdaad gewoon voor de grap iemand het water in doet? Op de TikTok. Terwijl dat al letterlijk onze planning was. Ja, maar wij hebben gewoon dezelfde gedachte gewoon, jongens. Ja. Alleen bij jou lukt het en bij ons niet. Ja. Ja, nou ja, dat is, ja. Ja, is goed. Maar jullie lukken andere dingen weer. Ja, zeker hoor. Ja. Kijk, dit wilde ik vanochtend laten zien. Hij brengt weer zijn muisje. Ja. Jij bent dom. Hier komt hij. Ja. Nu pakt hij het niet meer. Het is echt net een hond. Ook hij trapt in grapjes als je het net doet alsof je er weggooit. Ik begrijp nog steeds niet helemaal waar al dat water ineens is gebleven hier. Hij is nu nog leger dan dat hij al was. Waar is dat allemaal heen gegaan? Ik snap het niet. Nou, dit blijkbaar gewoon echt. Hij heeft echt die check-up nodig. Want we gaan er zelf niet achter komen. Dat gaat er niet worden. Allemaal leuk en aardig net dat ik de zwemvijver ingegaan ben. Maar mijn Face ID, die doet het dus niet meer. Mijn telefoon, het werkt niet meer. Ik kan niet meer unlocken met mijn gezicht. Hoe kut is dit? Hey Finn! Jij gaat een nieuwe telefoon kopen! Hey, ik hoor jij koopt een nieuwe telefoon van mij. Mijn Face ID is kapot. Ja, moet je maar niet het water duwen. Ik heb jou het water niet eens ingeduwd. Nee, dat wilde je wel doen. Nee. Kan die flits uit. Jezus, ik zie niet eens waar je staat. Voor mijn gevoel gaan de dagen echt een beetje traag. Ik wil alleen maar verbouwen, ik wil slopen, ik wil de nieuwe meubels halen voor hier. Ik wil de LED-verlichting alles aansluiten. Ik wil dat het glas komt. Maar ja, het is echt nog even wachten. Ik weet wel in ieder geval wat ik sowieso ga doen hier in de garage, dus met de verlichting. Dit is dus het plan hier sowieso in de garage, wat op het plafond komt. Dat is denk ik wel sowieso heel gaaf. Oh, maar ik wil gewoon dat het hier ook een lijpe kamer wordt. Dus daarom, de dagen gaan voor mijn gevoel, het gaat echt traag of zo, ik weet niet. Maar ja, geduld is een schone zaak. Zo, die zit op slot. Ik twijfel er ook nog steeds over om van deze garagedeuren, om hier een glazen garagedeur van te maken. Maar ik denk dat het echt niet handig gaat zijn. Wat is jullie mening daarover? Het staat alleen wel echt heel gaaf. Maar ja, ik denk dat het echt niet handig is met inbraak, mensen die langskomen, dat soort dingen. Ik denk dat gewoon echt niet, nee, niet slim is. Hé, even proberen. Nummer is gekozen. Een ogenblik geduld alsjeblieft. alsof je 30 nummers kan bellen. Ga je even weg? Ik wil graag... Ik probeer te slapen in het huis. Ik wil graag naar binnen. Nee, dat mag niet. Oh. Niet open doen, Jay! Sorry, geen fan zijn natuurlijk. Ja, maar ik ben niet fan van jou. Ik ben een hater. Hey. Ik ken hem niet, doe dit! Waarom, wat was je doen? Hek dicht doen. Jongens en meiden, het is lekker tijd om naar bed te gaan. Ik ga dus lekker slapen. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja, dan wil je nog één laatste ding zeggen voor in de vlog. Vertel het eens. Slaap lekker. Oh, wat prachtig. Wat een toevoeging. Dankjewel. Nee, jongens en meiden. Tot morgen. Morgen om 5:30 is er natuurlijk weer een nieuwe vlog online. En weer een dag dichter bij het verbouwen en al de andere dingen die eraan zijn te komen. En dan hoop ik jullie dus morgen daar allemaal weer te zien. Dus, nogmaals. Bedankt. En ik zeg, later.